slechte tijden quiz. En hier is uw presentator, Carlo Boszhard. Ieder jaar, zo tegen aan mij, dan vertrek je weer. Ieder jaar, laat jij me alleen en dat doet zo'n zeer. Nee, dat valt niet mee. Blijf toch bij mij, dus ook in de zomertijd. Slaap dan de zon, ik wil je nooit meer kwijt. Hoe kom ik de zomer nou door? Want de zon is mijn dood, kan het zonder meer. Hoe kom ik de zomer nou door? Geef me hoop, lieve zon, en ik vraag je mee. Waar is toch zo'n zomerstof voor? Geef mij een dokter of een medicijn. Ik ben al gesloopt. Het is net alsof ik al een hele show heb gedaan. Ik ben helemaal kapot, u ook allemaal. Jongens, ga lekker zitten. Helaas moeten we natuurlijk steeds goede tijden, slechte tijden missen. En dat is natuurlijk niet leuk. Dat is vreselijk. Maar de pleister op de wonden is de goede tijden, slechte tijden quiz. En we gaan gelijk beginnen. We hebben weer drie mensen gekoppeld aan drie sterren. En hier is de eerste. Leon de Ruiter met Babette van Veen. Tweede koppel, Lydia Plantenga met Rick en Lokke. En de laatste, Anja Robinson met Caroline de Vraag. Dat zijn ze, jongens. Nou, Babette, wat ben je prachtig in het rood. Dankjewel. Waarom ben je nou gestopt met Linda Roos en Jessica? Why? Why? Nou, het was mooi geweest. Het was mooi geweest. Ja. Ik vind het jammer, Leon, wat jij... Wat ik? Het is gestopt, Linda. Hallo, ja, Carlo Boszhard. Ik weet het net toch hij met een beetje zenuwachtig. Ja, dat is ook niet erg. Leon, wat weet ik allemaal over? Je hebt plakboeken. 15. 15 ja. Pak. En allemaal over Babette of ook over de rest? Ja, over iedereen. Okay. Iedereen. Hey, en wat wil je gaan doen? Nou, ik ben net klaar met mijn HAVO-examen. Wanneer weet je of je... Je bent al geslaagd? Ja. Oh. In feite. Oh. Waarom zei je dan in de kantine dat je nog dat morgen pas weet? Omdat het eind juli wordt uitgezonden, dit. Oké. Okay. Kijk. Dat is een hele goeie. Nee, dit is de slimste. Ja, nou, dit noem ik naar klasse. En, nou, oké, okay, knip. Goh, wat leuk geslaagd voor je HAVO. Ja, hartstikke leuk. Wat vind jij nou even in het kort wat je zo aantrekt in goede tijden, slechte tijden? Alles, eigenlijk wel. Ik vind het gewoon spannend om naar te kijken. Om 8 uur 's avonds zit ik gewoon rustig televisie te kijken. Ik vind het gewoon echt leuk. Ja. Je wilt er bijna van huilen. Ja, dat is helemaal vreselijk. Hoeveel weet je van de rol Linda die Babette neerzet? Nou, dat zullen we zo zien, hè? Oké. Okay. Nou, hier heb ik vragen voor je. 5 punten kun je winnen per goed antwoord. Mm-hmm. Dat is mooi, hè? Ja. Hoe heet het modellenbureau dat Linda samen met Suzanne heeft opgezet? Variety. Dat is goed, hoor, joh. 5 punten.
Met wie is Linda pas getrouwd? Met Erik. Met Erik. Weet je ook een achternaam? Hamans. Hamans, ja. Dat is goed. Lekker ding, hè? Ik zit te duimen voor Leon. Oké, okay, goed. 10 punten. In welk land is ze nu met hem? In Brazilië. In Brazilië, daar heeft ze het fijn. Je komt wel terug, hè? Ik kom vast ooit wel weer een keertje terug. Oké. Ik heb voor jou een fragment. We stoppen de band. En het is de bedoeling dat jij je tekst afmaakt. Hoe is het hier? Je zit de hele tijd te praten. Hou toch eens op! Ouwe. Goed, de hele tijd. De gesprek te volgen. Goed. Nou, we hebben een fragment en we stoppen de band. Jij moet hem afmaken. Je kunt 10 punten verdienen. Niet zo sip. Kijk, het komt allemaal goed. Hier komt jouw fragment. Oh, daar heb ik veel te lang op gewacht. En? Heb je nagedacht? Ja, maar ik vind het wel heel erg moeilijk, hoor. Ja, maar je hoeft toch alleen maar ja te zeggen? Jawel. Nou, het is niet dat ik nu met je wil trouwen, maar... Maar? Maar niks eigenlijk. Ik hou van je zonder voorbehoud. Zonder voorbehoud? Ja. Ik hou van je. Ik hou van je? Nou, moet je me afmaken. Ik ben de jongen, hè? Als je een tongzoen wil geven, mag het ook. Maar het is niet goed. Ik hou... Ja, ik hou van je, ja? Ik hou van je. Leuk, hè? Nee. Nou, Leon wordt helemaal gek nu. Die heeft zijn punt, hè? Die deed hartstikke leuk zo'n grap. Ga je dat zeggen? Leuk, hè? Ik hou van je. Wil je met me trouwen? Nee, misschien niet even wachten of zo. Ah, ik hou van je. Heb je een momentje? Nou, wat wordt het nou? Ik hou van je. Ik hou van je. Jij ook van mij. Jij ook van mij. Ik hou van je. Jij ook van mij. We gaan kijken of dat goed is. Ik hou van je en ik wil heel graag met je trouwen. Nee! Zijn op! Nee, hij zei het. Ja, dat is mij. Nee, maar je zei... Wil je met trouwen? Nee. Je zei het niet goed. Je zei nee. Oh. Nee, het is niet goed. Maar toch, even kijken, 15 punten zijn jullie toch opgekomen. Dat is toch mooi. Dag Lydia, wat zaten jullie nou te smoesen met elkaar? Even overleggen. Even tactiek bepalen. Wat hadden jullie al tactiek en zo? Ja, tactiek bepalen. Lydia, wat weet ik van je? Als jij de telefoon opneemt, want je bent zo'n goede tijden, slechte tijden freak, dan zeg je... Bijvoorbeeld, Hotel Dendermonde met Anita. Ja, en je bestelt ook pizza's met hallo met Ferrie Matsi, ik wil een pizza. Dat doe je bijvoorbeeld. Toch? Bijvoorbeeld. En ik heb een... Dat is heftig hoor, dit. Oh, ja. Nog een leuk detail. Ik heb een goede tijden, slechte tijden penvriend in Groningen, Tibor Elverink. En wij maken... Ach, hoe? Tibor Elverink. Niet bekend, maar ga door. Ja, komt nog. En wij maken van elke aflevering 10 vragen. En aan het eind van de week sturen we dus naar Utrecht en Groningen vice versa op. Ja. Het is toch niet, het is toch, het is, ik zou een staande ovatie, zou ik, nou, ik ben lyrisch, ben ik. Nou, Rick, je bent weer teruggekomen. Fantastisch, u doet het ook nog. Rick, je bent weer teruggekomen als dokter Simon. Hoe was dat? Was dat weer in een warm bad? Enorm warm bad. Heel groot warm bad, ja. Hoeveel weet je van dokter Simon? Want daar gaat het nu om. Genoeg? Genoeg. Ik hoop het voor je. In welk land verbleef Simon voordat hij terugkwam? In IJsland. Dat is goed. Kop eraf. 5 punten voor jou. Simon heeft een aantal beroepen gehad en je switchte, hè? Zo werkte hij op een schip en was hij ook nog huisarts. Ik zoek nog een beroep. Fotograaf. Fotograaf is in de pocket. 10 punten. Met wie is deze knappe dokter? Het staat hier, hè? Ja, nee, dat zou jij nooit zeggen. Getrouwd geweest? Met wie is hij getrouwd? Met Annette van Tijn. Met van Annette van Tijn, dat is goed. 15 punten. En ik heb voor jou een fragment, je moet hem afmaken. En niet zo angstig kijken. Waar kijk ik? Daar. Ja. Hey, ik weet zeker dat Janine van me houdt. Ze moet alleen de kracht vinden om bij Ludo weg te gaan. En dat kost tijd. En dan ga jij wachten. Nou, als je daarop wil wachten, dan kan je volgens mij heel erg lang wachten. Nou, dan wacht ik heel erg lang. Dat is toch zonde van je tijd? Je kan toch beter met mij meegaan in plaats van jezelf voor de gek te houden? Ik hou mezelf niet voor de gek. Stop. De toilet is hier links, Sam. Ik hou mezelf... Mag ik zeg het nog eens? Het laatste woorden zijn... De laatste zin is, ik hou mezelf niet voor de gek. Ik hou van haar.
Ik hou van haar. We gaan kijken of dat goed is. Je kan toch beter met mij meegaan in plaats van jezelf voor de gek te houden? Ik hou mezelf niet voor de gek, ik hou van haar. Ja, ja! Oh! Nou, mooi! Zoenen, zoenen! 10 punten komen op 25. Ja. Anja en Caroline de Bruin! Dat is wat. Dag, Anja. Dag, Caroline. Nou, wat weet ik allemaal van Anja? Veel. Ja, we hebben namelijk vragentesten, want ontzettend veel reacties gehad op wie wil er nou in goede tijden tegen tijd de quiz meespelen. En dan hebben we de 30 hele moeilijke vragen hebben we. En ja, wisten bijna allemaal. Dat is heel bijzonder, wat ik nog even zeggen. Je hebt honden en die heten Linda, Roos en Jessica, hè? Die komen nog. Knik zegt dat dat zo is. Nee, nee. Nee, maar je hebt wel honden. Ik heb wel honden, ja. Ja, daar ben je helemaal gek van, hè? Ja, dat klopt. Wat zijn het voor honden? Wij hebben 4 golden retrievers, ja? En 1 Engelse springer spaniel. En het zijn jachthonden dus? Ja, het zijn allemaal jachthonden. En daar ga je mee op jacht? Daar gaan we mee op jacht, waar, ja. Jaag je dan op? Moet dit? Is het zo, ja, erg? Nee, ik knip. Ga... Goh, wat leuk dat je... Leuk, zo'n bloemenboutique, dat je dat hebt. Hartstikke leuk. Je bent ook... Een konijn thuis. Laten we maar... Wat zeg je? Nee, ik heb een heel lief konijn thuis. Oh ja? Nee. Nou, dat bijt al gelijk aan je. Je bent helemaal gek van Caroline. Die Janine zo geweldig neerzet. Ik vind... Janine komt altijd over als een hele spontane meid. En toen ik moest vertellen wie mijn favoriete actrice was. Ja. Dat vond ik op zich heel moeilijk. Ik denk, nou, ik ga voor Janine. Niet zo moeilijk, ja, toch? Nee, een beetje moeilijk. Een beetje moeilijk. Nee, okay. Dat was best even nadenken, maar ze speelt al een hele lange tijd mee. En ja, heel erg leuk. Dat was mooi. Dus was een mooi verrassing dat ik met Janine samen. Maar dat is ook zo, je bent heel populair. Hoe heet het kindje van Ludo en Janine? Nina. Nina, dat is goed. 5 punten. Ja. Waar is Janine journaliste geweest? Jij weet alles natuurlijk, maar je mag niks zeggen. Bij het Spectrum. Het Spectrum, ja, dat is goed. Oh. Wat is het beroep van de ouders van Janine? Die zijn archeologen geweest. Het is niet zo groot. Geloof me. Wist jij het niet? Geen idee meer. Heb jij hetzelfde kettentje nou om als ik heb toevallig? Nee, niet. Jawel. Voor mij staat er wat anders op. Nee, bij jou... toepasselijkers. Yes, beware of the beauty and take care of the beast. En dan heb ik ook. Ja, maar dat is een kant van jou die verborgen blijft. Bij jou staat een beast, volgens mij. Dat komt door mijn borsthaar en mijn haren op mijn rug. Goed, ik heb voor jou een fragment. We stoppen de band. Hij is niet van mij. Nee? Geitje. Hij was van mij. Ik heb jouw fragment. Met Sander? Ja, ik hou het kort. Ik weet niet. Hoe vind je het cadeautje? Cadeautje? Ik weet van niks. Oh, maar ik heb het toch naar je... Ik heb het naar Daniel toegestuurd. Misschien heb je het wel per ongeluk naar Boeien gestuurd. Nee, natuurlijk niet. Kan je toch vergissen met de minnares? Janine, ik heb niets met Boeien. Daar denkt zij heel anders over, hoor. Ik heb een heel fijn gesprek met haar gehad in de Rozenboom. Janine, ik zie Boeien alleen maar vanwege de kunstcirkel. Verder niks. Goh, wat een handig alibi. Dacht je nou echt dat ik daar enig plezier aan beleef? Als je er dan zo weinig plezier aan beleeft, waarom kan je dan niet voorkomen dat je iets met het te maken hebt? Jij kon toch vroeger altijd alles goed regelen? Oké. Als jou dat gerust had, dan wil ik dat wel regelen. Je regelt het maar, tenminste. Tenminste? Emotie in je stem? Als... jij... als jij... Je regelt het maar, tenminste, als jij... Nina wilt blijven zien? Als jij Nina wilt... blijven zien? Of mij? Nee. Even denken, had ik toen al een kind? Ja, vast wel. Hoe moet ik dat nou weten? Ik zit de hele tijd met die Irene Moors al met zo'n buik. Als jij Nina wilt blijven zien, laten we het daar maar op houden. Je regelt het maar, tenminste, als jij Nina wilt blijven zien. We gaan kijken of dat goed is. Mijn god, ik... Als jou dat gerust had, dan wil ik dat wel regelen. Je regelt het maar, tenminste, als jij Nina wilt blijven zien. Tussenstand. Leon en Babette, 15 punten. Ja. Lydia en Rick, 25 punten. Maar ook Anja en Caroline, 25 punten. We zijn toe aan de tweede ronde. In deze tweede ronde is het een snelle ronde. Ik stel een vraag. Jullie mogen allemaal meedoen. Is het goed, krijg je er 5 punten bij. Rick staat lekker te... Is het fout, word je geblokkeerd voor de vraag die daarop volgt. Het zijn fragmenten, bloopers, open vragen van alles wat. Maar Betje zit me heel angstig aan te kijken. Ik zat me al te concentreren. Oké. Ik moet er wel bij zeggen, je staat nu achter, ja. Hierna gaat een koppel afvallen. Luister goed naar de vragen.
We beginnen met een fragment. Julian die denkt dat Kim hem ontloopt. En dat is natuurlijk niet zo aardig. Waarom is dat? Waarom? Leuk dat je langskomt. Verheug je er me niet op. Kim, je gaat me nu eindelijk vertellen waarom je me steeds ontloopt. Ontloop ik je? Ja, en ontken het niet. Doe niet zo kinderachtig. Ik weet het niet. Misschien heb je gelijk. Ik zal er beter op letten. Waarom geef je niet gewoon toe dat je jaloers bent dat ik weer met Jessica heb? Kim, ben je dan nog steeds verliefd op me? Dit is iets heel anders. Ik zie toch hoe je naar me kijkt? Moet ik een hekel aan je krijgen? Ik kan dit niet helpen. Ik kan het niet zeggen. Ja, je kan het wel zeggen. Nee, dat kan ik niet. Dat is onzin. Kim, je weet dat je me alles kunt vertellen. Alles. Het is Oscar, ja. Oscar? Kim, verdomme, Oscar! Julian! Oscar is je vader. Lydia en Rick hebben al gedrukt tijdens het fragment. Hebben we niet gezien? Wat willen jullie zeggen, jongens? Ja, zeg het maar. Nee. Ik wou helemaal niks zeggen. Wat is het vanavond? Ja, jij vroeg van de vraag is waarom. En toen... Nee, ik heb helemaal geen vraag. Heb ik een vraag gesteld? Ja. Nee. Heel duidelijk. Nee, geblokkeerd voor de volgende vraag. Nee. Goed luisteren. Nee, wel, Lydia. Geblokkeerd. Zo streng. Ja, dat maakt me populair. Ik wil namelijk vragen... Door wie... Ja, precies. Door wie is Julian Fortuyn opgevoed? Leon. Door Titia en Albert. Dat is goed. 5 punten. Juist. Welk woord klad Julian uit woede op het huis van Anja? Niet van het huis van Anja, maar Anja, je mag het zeggen. Van Oscar Brands huis, vuile kinderverkrachter. Vuile kinderverkrachter, het is goed, vuile kinderverkrachter. Ja hoor. We gaan naar een, we gaan naar een requisiet. Het is een tekening van Guusje. Loop je niet mee? Jawel. Dan meegezellig. Die hij zijn moeder heeft willen geven die in de gevangenis zat. Dus, oh, dat is leuk. Dat heeft Guusje gemaakt. Zijn moeder, Suzanne, loopt nou daar toch achteren. Dat ben je toch traag. Zo worden we nooit vrienden. De vraag is, wat is de boodschap die op het briefje staat dat in de Leon? Je moet me komen redden. Nee. Alleen ik dat? Zit... Wat? Hij is nog niet komen. Nee, Guusje heeft die tekening gemaakt. Voor in de gevangenis voor Suzanne. Kan hem blijven, ja. Ja. En Suzanne heeft via dat briefje wat daarin zat gelezen... dat er een moordenaar is, of tenminste... Ja, maar wat staat er op het briefje? Dat is de vraag. Het komt goed. Het komt goed? Ja. Nou, ik ga het even checken. Mogen wij dan niet antwoorden? Nee. Ik ga het nu al gelijk zeggen. Oh. We hebben iemand bereid gevonden de schuld op zich te nemen. Voor 1,5 miljoen. Juist. Laat ons weten of je dit wilt. Dat is anders dan van het komt wel goed. Ja, dat lijkt je bent geblokkeerd. Ah, helaas. Geblokkeerd? Ja, kan niet anders. Gaan we allemaal A zitten roepen, zeg. Dat kan niet, hoor. Het is niet goed. Helaas, weg die vraag. Anita heeft een heel moeilijk jaar achter de rug. Weten we, ze was zwanger. En toen moest het ook weer kiezen tussen die twee heren en zo. Nou, laat de ellende maar zien. Het is verschrikkelijk. Hoe gaat het? Heb je veel pijn? Ja. Heb je bloed verloren? Een beetje. Is dat normaal? Goed. Dan moet je nog heel eventjes gaan liggen, hè? Kom. Rustig. Misschien is er helemaal niks aan de hand. Dit is toch niet normaal? Dat weten we nu nog niet, maar we gaan voor de zekerheid even een ambulance bellen. Jullie willen zo nodig weten wat er is gebeurd? Ik ben mijn kind kwijt. Dat is er gebeurd. En als jullie niet zo egoïstisch hadden gedragen... van dat stommige ruzie, dan... Ze hebben echt alles van me afgepakt. En waarom? Omdat ze elkaar niet mochten. Ik haat ze. Ik haat ze en allebei. Ik wil ze nooit meer zien. Nooit meer. Heel mooi gespeeld. Hier komt een vraag over Anita. Hoe heet het overleden broertje van Anita? Ja, hoefde mij niet te nee, 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 nee. Nou, ik keek gewoon naar je rode pakje. Weet je dit niet? Anja niet, Lydia niet, nee.
Tommy. Tommy. Is Tommy. Iemand... Nee? Oh, nou goed. Mooi. Welke omstreden medicijn heeft de moeder van Anita vroeger... Ja, Des. Ja, Des heeft ze geslikt. Dat is goed. We gaan naar een fragment. Diane is weer op het slechte pad en ze maakt niet echt een filmpje voor de leuks thuis. Dus jij was met Daniel en die boze meneer op het dak? Ja. Kijk eens. Zo, alsjeblieft. En dat is die meneer waar mama zo'n hekel aan heeft? Ja. Kijk, wil je nou deze? Alsjeblieft. En toen, wat gebeurde er toen? Daniel was boos op die meneer. Daniel was boos op die meneer. Wat deden ze dan? Gingen vechten. Kijk eens. Hmm. Dus Daniel en die meneer die gingen vechten. En wat gebeurde er toen? Hij viel. En hoe kwam dat dan dat hij viel? Daniel duwde hem. Daniel duwde die meneer. Hartstikke goed, Guusje. Kijk eens. Krijg je deze ook nog? Nou, dat was best een leuk spelletje, hè? Helemaal niks tegen mama zeggen, hoor. Het moet wel een verrassing blijven. Als Irene niet meteen iets kan doen, dan weten we nu wie het moet overnemen. Wie zit er in de gevangenis voor de moord op Wassenaar? Anja? Een handlanger van Ludo. Ja, hoe heet die? Mag ik het goed rekenen? Ja, het is Paul namelijk, maar het is een handlanger van Ludo. Dat komt ook op elkaar. Is goed. Heel goed. Door wie wordt Paul betaald om in de gevangenis te zitten, Leon? Door Suzanne. Door Suzanne is goed geantwoord. Komt op 25 punten. Ja. Staan nog steeds achter. Jullie moeten echt een beetje gaan scoren nu. Hoe is het, Caroline, om met Bart op Braat te spelen? Komt er nu een heel verhaal? Of... Nou, ik heb niet zo vreselijk veel scènes met hem. Maar vanochtend hadden we tijdens de repetitie een soort probleem in passen in de scène. Dus Bart over briljant om een oplossing te vinden. Hij schijnt namelijk nogal melig te zijn tijdens de opnames. Ja, soms is dat heel erg. Melig of boos. Of melig of boos. Ja. Hier is hij toch wel een beetje melig, maar ook weer een beetje boos. Maar toch weer melig. 3, 2, 1, 8. Je hebt toch niet tegen Mira gezegd dat ze... Ze zijn echt helemaal verbaasd hier, oh. Leeft u nog? Ja. U zit zelf de hele tijd winden te laten, dus zo erg is het niet, hè? Hoe vaak is Jeff getrouwd geweest? Als deze vraag goed is, dan kun je nog doorkomen. Is hij fout, dan is het sowieso geweest met je, want dan zit je niet meer... Want dit is de laatste vraag in deze ronde. Twee keer. Dat is goed geantwoord. Oké, ik ga het goed met je maken. Dit was de laatste vraag in de tweede ronde. Jullie staan op 30, jullie ook, jullie op 35. Jullie gaan sowieso door. Caroline en Anja, het gaat... Tussen jullie. Ik heb een benaderingsvraag. Alleen jullie doen daaraan mee. Hebben jullie pen en papier? Oké, jongens, dop van de stift. Stift van de dop. Oké. Hier komt hij aan. Voor jullie, jullie zitten er sowieso in, hè? Oké. In welke aflevering vertrekt Laura voor een jaar naar Amerika? Het is een benaderingsvraag. Ik zie zweetdruppels al. Ja? Was 1500? Schrijf eens wat op. Jezus. Schrijf op. 4 keer 4, 16. Ja. 5 in de week. 5 in de week. 5 keer 4. 20. 20 keer 3. 60. 1560. Oké, ik moet het weten. Mag ik het zien? Lydia en ik, wat hebben jullie opgeschreven? Aflevering 1440. 1440, ja. Mag ik het nog even zien? Mag ik het ook even... Houd even daar zo, Rick. Draai het maar om, jongens. Aflevering 1461. Het is aflevering 1429. Dus Lydia en Rick, gaan door! Helaas gaan wij afscheid nemen.
bent zo'n gigantische fan. Ja. Je bent zo'n gigantische fan. Maar ik heb iets voor je. Ik heb Meta voor jou. Nee. Jawel. Nee. Wil je Meta niet? Wat dan? Want wat is het dan? Meta heeft een prijs. Zit nu te janken, Meta. Nou, vooruit. Hier is Meta met een prachtige prijs voor jou, Leon. Kijk eens, speciaal voor jou deze roos. Alsjeblieft. En dan nu de prijs. Haha, een complete fotocamera. Is het geen beauty? Voor al je kiekjes. Ja, het is geweldig, Meta. En uiteraard nog de goede tijden, slechte tijden party quiz. Zo, dat was het dan. Geef terug, geef terug. Oké. En zo direct, want u denkt van Babette gaat nu weg, dat is niet waar, want je gaat straks voor ons zingen. En hoe? En hoe, dat weten we nog niet. Het wordt geweldig. Welkom terug bij de Goede Tijden, Slechte Tijden quiz, nog steeds met Lydia en Rick. En Anja en Caroline gaan wij spelen, de cliffhangers. Aan het einde van Goede Tijden, Slechte Tijden, altijd die spannende, ja, die spannende blik in de camera. Kan jij hem even doen? Kom even, kom even mee. Kom even mee. Dus ik zeg tegen jou van, Meta is zwanger. En dan kijk jij de camera in. Nee, niet de camera in natuurlijk. Oh nee, kijk je langs nee, de camera? Nee, ernaast. Dan doe je, in afgrijzen moet jij eigenlijk zo'n beetje dagelijks. Ja, ja, zeg jij eens iets schokkends tegen mij. Ja, tegen je achterhoofd. Ja, ja. Zeg het maar. Zeg het maar. Bold in a Beautiful Shop. Je hebt oren. Ja, zo. Sorry. Geweldig, hè? Dat zijn die cliffhangers. Die spannende rondes. Hoe loopt het af? Ik geef nu drie mogelijkheden hoe een cliffhanger afloopt. A, B of C. 10 punten per goed antwoord. Oké, we gaan over naar de eerste cliffhanger. Lisette is weggelopen uit de inrichting. Ja, dat hebben we geweten. Ze zit ondergedoken bij meneer Harmsen, heel lief voor haar geweest. En ze heeft een nieuwe identiteit nodig. Meneer Harmsen schiet haar te hulp. Goffert, dit gaat niet goed. Natuurlijk gaat het goed. Nou, waar is die bril? Laat mij die nou eens even opzetten. En als we Jessica tegenkomen op straat? Nee, het is hier vlakbij. Lukt het? Ja, ik geloof het wel. Zitten. Meneer Harmsen. Wat een verrassing. Wat doet u hier? Ik moet foto's laten maken voor mijn seniorenpas. Ah. Alleen ik moet zo lang wachten altijd. Oh, nou, waarom gaat u dan niet naar een fotozaak? Ja, dat kost goud geld, zeg. Dit is veel voordeliger. Wat zien jullie er deftig uit? Ja, wij gaan naar de bruiloft van Linda. Oh, die bruiloft. Nou, dan zou ik maar opschieten. Mag ik ze zien? Nee, ik sta er altijd vreselijk op. Je zit in het hokje. Hoe loopt dit af? Een goede tijden, slechte tijden. A. Meneer Harmsen wordt gered door Arthur, die Anita en Rick meeneemt. B. Harmsen leidt Anita en Rick af door nogmaals te zeggen dat ze moeten opschieten. Ja? B. Of C. Roos komt aanlopen. Zo loopt Roos niet, maar ze komt aanlopen en begint druk te praten met Anita en Rick. A, B of C. Arthur, is het Anita en Rick die nogmaals worden geattendeerd dat ze moeten opschieten door meneer Harmsen? Of komt Roos daar aan? A, B of C. Lydia en Rick zeggen A. Anja en Caroline zitten te twijfelen en zeggen B. We gaan kijken wat goed is. Heb jij het al gedaan? Dat is de volgende klant natuurlijk. Snap je dat niet? Jongens, waar staat ik nou? Kom op. Ja. Oh. Andere keer meneer Harmsen. Ja. 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 10 punten erbij, Lydia en Rick. Je zoent te weinig. We hebben je aangenomen. We willen je in de show. Wie heb je haar of heb je mij aangenomen? Jou natuurlijk. Je krijgt er zoveel geld voor. Zoen dan toch. Meer emotie in de show. Ja, natuurlijk. Okay, ik heb nog een cliffhanger voor jullie. Dus niet zo sip kijken. Anja, jij helemaal niet. Nee. Stef en Hedwig zijn goed bevriend aan het raken. En gaan eens even lekker een hapje eten. En lekker wat drinken. Nee, het is misschien een stomme vraag. Maar als je iemand leuk vindt, wat doe je dan? Nou, dan hoop ik dat ze mij ook leuk vindt. Ja, maar en als dat zo is,
Heb je wel eens iets met iemand gehad sinds je ongeluk? Nee. Nee, dat is er nog niet van gekomen eigenlijk. Nee, ja, zeg, je hebt al tijd genoeg gehad. Ja, het is meer omdat ik niet durf, denk ik. Ik durf het niet meer. Nee, ja, wat een onzin. Jo? Ja, dat is een leuke jongen als jij. Dus jij zou het niet gek vinden als ik iemand vroeg of ze met me wilde zoenen? Nee. Nou, bij deze dan. Hedwig, wil je met me zoenen? Natuurlijk. Hoe loopt dit af? Hedwig lacht nerveus. Oh nee, Hedwig lacht zenuwachtig. En zegt dat het er later wel van komt. Dat is A. Of B, Hedwig geeft een uitbundige klapzoen. En gaat weer zitten. Of, de geluiden, hè. Of C, Hedwig begint Stef liefdevol te zoenen. A, B of C. Hoe gaat deze aflevering van Goede Tijden, Slechte Tijden aflopen? Lydia, Rick, een keuze. C hier, ook hier C. Dus Hedwig begint Stef liefdevol te zoenen. We gaan kijken of dat zo is. Zoenen. Wij. Waarom niet? Is meneer niet goed geworden? Goed, gefeliciteerd jongens. 50 punten voor Lydia en Rick. Ja hoor, en Anja en Caroline ook. Lekker 45 punten. Er kan nog van alles gebeuren. Wat is er fout? We hebben een scène speciaal voor deze quiz opgenomen. Daar zitten 5 fouten in. Kledingsfouten, continuïteitsfouten noemen ze dat. Kun jij dat uitleggen, Caroline, wat een continuïteitsfout is? Nou, bijvoorbeeld als in het ene shot iemand bijvoorbeeld een hele sigaret nog heeft. In de volgende shot is dat ineens zo'n stompje en dan daarna weer zo'n lange. Dat zijn continuïteitsfouten. Dankjewel. Geweldig. Tekstfouten kunnen er ook in zitten. Allemaal dingen dat je denkt van dat klopt niet. Die hebben wij er met moed wel ingezet. Als je een fout weet te traceren, krijg je 20 punten. Er zitten er 5 in, dus hier kun je scoren. Wie gaat er naar de finale? Want dat wordt hierna bepaald. We gaan kijken naar een scène tussen Kim en Jeff. Hij is nog zo jong. Stel je nou voor dat Julianne of ik... Alsjeblieft, zeg me er niet aan denken. Nee, ook niet. Het is wel goed dat hij bij Hetty woont. Ze zal het nog wel zwaar krijgen. Ja, het is maar beter dat Hedwig niet weet wat er te wachten staat. Je moet er niet aan denken, alles wat wij hebben meegemaakt met Sylvia. Ik herinner me nu wel steeds meer de leuke dingen, hoor. Niet alleen maar hoe erg en verdrietig het was en zo. Die vakantie in Afrika heeft je goed gedaan, hè? Ja. Ik kijk nu zelfs tegen de tijd met Mira heel anders aan. Alsjeblieft, zeg. Het was allemaal veel te veel en veel te korte tijd. Het is toch niks voor een meisje van jouw leeftijd om met dat soort problemen geconfronteerd te worden. Mm. Op geen enkele leeftijd, denk ik, gebeuren nou eenmaal de vreselijkste dingen. Maar ik heb besloten om het me niet meer allemaal persoonlijk aan te trekken. Weet je, dan komt er gewoon helemaal niks van mij terecht. Ik zat me net af te vragen hoe ik je dat nou eens duidelijk moest maken. Ik wil iedereen helpen waar ik kan. Maar door me ellendig te voelen help ik helemaal niemand. Mag ik dat? Nou, dat vind ik een goede instelling. Wat zijn eigenlijk je plannen voor het komende jaar? Ja, dat weet ik nog niet. Nu ik mijn diploma heb, ja, dan kan ik een leuke studie beginnen of zo. En waar had je aan gedacht? Biologie of culturele antropologie. Lijkt me leuk, kan ik lekker veel reizen. We gaan schrijven, jongens. Schrijf het duidelijk neer, hè? Schrijf het duidelijk neer. Dat er geen misverstanden over kunnen ontstaan. We moeten vijf hebben. Ja, ik moet er 5. Zitten er 5 in, echt waar? Ik heb er niet eens 1 gezien. Heb je er geen 1 gezien? Een andere studie, hè? Ik voel hem weer leeg, volgens mij. Spannend. Ik hou niet meer vol van de spanning. Het zweet staat hier. Het is verschrikkelijk. En dat was hem. Oké, nog. Lydia, ik moet nu echt. Stop nu. Stoppen nu.
Ik wil niet streng zijn. Ik ook niet. Ik wil niet streng zijn. Nou goed, laten we maar even zien. Ja, Anja en Carolien, draai hem even om. Dan kan ik het goed in de... Ja, goed zo. Wat hebben jullie daar op geschreven? Julian, wat is daar mis mee? Ze had het over Julian in plaats van over Stef. Ja. Ja, ja. Ja, jij kan nog niks zeggen. Ik mag nog niks zeggen. Wat staat er? Glas leeg, vol leeg. Het kan aan het shot hebben gelegen, maar ik dacht dat er een glas eerst vol, toen leeg, toen vol, toen... Dus dat het... Het glas was niet goed. En dat heb jij opgeschreven. Jij dacht dat. Jij hebt het gezien, Caroline. Misschien heb ik het mis. Ja, ik heb ook iets met het glas. Ja, jij hebt het ook een beetje. Oké. Okay. Afrika, wat is daar mis mee? Ze ging niet naar Afrika op vakantie, maar naar Australië. Kijk. Goed. Ja, ik zie een ei. Dat ei... was eerst niet, later wel. Het ei was er eerst er stond niet, geen later ei. Wel. En er was iets mis. Er stond in het begin stond er geen ei op de tafel bij het ontbijt. Ja. En later stond er een ei in een eierdopje. Goed, en dan zie ik daar diploma niet. Wat is daar mis mee? Kim was nog niet geslaagd. Kim was nog niet geslaagd. Aha, aha, aha. Heel goed. Goed, mag ik even kijken wat jullie hebben opgeschreven? Ik kan het een beetje slecht zien, dus ik kom een beetje dichterbij. Kom. Stef leeft niet meer. Ja, ze hebben het in het begin over, zal het nog moeilijk krijgen. Ja. Stef, maar ja, die leeft dus al meer. Australië, Afrika heb je neergezet. Dat is hetzelfde, neem ik aan, dat je zegt ja. Examen nog niet gehaald, wat bedoel je daarmee? Ze heeft haar diploma nog niet gezakt. Ja. En dan daaronder staat andere studie, geen... Antropologie. Ze wil geen culturele antropologie gaan doen. Ze wil iets anders met ontwikkelingshulp gaan werken. Het wordt voor mij heel zwaar straks, dat kan ik nu pas vertellen. De jury zit er helemaal gek te praktiseren nu. En vijf, wat staat daar? Extra omeletje? Wil je een extra omeletje? Nee, extra arm. Oh, extra arm. Volgens mij een andere arm. Jeff had ineens een extra armtje bij. Nee, Suderans werd door iemand anders weggepakt dan... Volgens mij wel, Wat? Wat was er dan meest met de arm? Nee, zij zit op tafel en ze zitten te praten en in Suderans. En ineens zie je een arm vanuit een andere hoek dat glas pakken. Tenminste, dat dacht ik. Ja, ja. Wat is een fout? Ik neem het met u door. We zien hier het huis van Robert Albert, terwijl we in de keuken zijn van Jeff en Kim. Dus dat klopt niet. Er staat een leeg ei met lepel en ineens staat er weer een vol ei. Let maar op, dat klopt ook niet. Het is maar beter dat Hedwig niet weet wat er te wachten staat. Derde fout. Het is wel goed dat hij bij Hedwig woont. Stef woont niet bij Hedwig, dat is de derde fout. Die vakantie in Afrika heeft je goed gedaan, hè? Daar is ze nooit geweest, zij is naar Australië gegaan. Dus ik kijk nu zelfs tegen de tijd met dat klopt niet. En nu de laatste. Wat zijn eigenlijk je plannen voor het komende jaar? Ja, dat weet ik nog niet. Nu ik mijn diploma heb, kan ik een leuke studie. Ja, Kim is gezakt voor haar examen, dus dat klopt niet. Het is hier ontzettend spannend. Wie gaat er door naar de finale? Ik ga ze eerst met jullie doornemen. Caroline en Anja. Julian, dat mag ik niet goed rekenen. Dat is niet goed. Glas leeg, vol leeg. Ja, nou, we hebben erg gelachen met z'n allen, maar dat was niet goed. Afrika, dat is goed. Ja hoor, daar is zij niet naartoe geweest. Zijn 20 punten. Hij klopt ook niet, is ook 20 punten. En diploma's, ja, is ook goed. Drie zijn er hier goed, 60 punten. Overheen komen. Wie gaat er door naar de finale? Lydia, hou maar vast, Rick. Ja, oké. Het knijpt er niet dood. Stef leeft niet meer. Dat heeft hier niks mee te maken. Australië, Afrika, dat is goed. 20 punten. Examen niet gehaald is ook 20 punten. Is 40 punten. Andere studie klopt niet. En ook extra arm. Wij hebben die arm niet gezien. 40 punten erbij komen op 90. Ho! Naar de finale. Anja en Caroline. Het klopt echt niet. Nee, het klopt niet. Het klopt. Het is niet goed. Het is niet goed. Maar je krijgt sowieso... je mag met hem een aantal... huidje beloofd, een paar maanden... leuk naar een ander land. Ja, vakantie. Nee, dat niet. Ik heb een andere leuke prijs voor je. Hier komt Meta. We zetten de muziek aan en dans met me mee. Je krijgt deze compacte hi-fi set van Sony met een mooi design, voorzien van versterker, tuner, cd en mini-disc-speler. Voor het digitaal opnemen en afspelen. En ook de goede tijden, slechte tijden party quiz. Let's swing it out. Zo is het. En niet anders. En nog één keer, dames en heren, staande ovatie, Rick en Lokke. Dankjewel, jongen. Geweldig. Nou, met Caroline en Anja ga ik straks de finale doen. Want het is nieuw. Vorig seizoen deed ik nog alleen met de kandidaat, maar nu mag je helpen.
Ik hoop dat ze er wat aan heeft. Ja. Spannend. Straks hebben we nog een geweldig optreden van Babette. We hebben nog de finale. Er is nog zoveel te doen hier. Ik ben Roos en ik ben hier al een poos. En ik sta meestal achter de bar, maar soms ben ik dokter. Ik begrijp het zelf ook niet helemaal. Ruf? Ja, Meta? Is het nou niet mogelijk, hè? Jij bent toch dokter, hè? Is het nou niet mogelijk? Omdat ik dat voor al die operaties aan wil komen. Ik heb zoveel leed meegemaakt, alles wat weggesneden. Dat jij niet een middeltje voor me hebt, een middelmanneltje. Dat ik in één keer van al die operaties af ben. Is dat niet mogelijk? Van alle operaties af. Reus. Weet je waar Arnie is overigens? Ah, nee, dat weet ik niet. Nee, nee. Maar om terug te komen op je operaties, Meta. Ik heb wel een serum. Een serum? Ik heb een serum. Voor mij? Ik heb een serum zelf bedacht en dat serum, dat heb ik in een heel geheim laadje. Oh, dan ben ik van alle ellende af. Waar is dat serum? Schatje, waar is het serum? Vertel me, waar is het serum? Wij zitten hier te genieten van alle hapjes en de drankjes. We hebben kaas gekregen, hè. Je hebt net een hotdog naar binnen gewerkt, hè. Jullie ook, hè. Wat heb jij een geweldige bril. Kom eens hier, kom eens hier. Kom hier! Je lijkt een beetje op een blonde Katja Schuurman. Jawel, kijk eens even. Wat heb je een leuke bril. Ach, mag eens even kijken, zo. Vind je Goede Tijden leuk of niet? Ja. Ja, nou, ontzettend enthousiast ook. Ik ga met die bril namelijk even Babette aankondigen. Vind je het erg? Oké. Het nummer is prachtig. Ze heeft het zelf geschreven. Het nummer heet Waar Je Ook Bent. En dan kun ik me voorstellen, met zo'n bril kan je niks meer zien. Dus waar je ook bent, vraag je je dan af. Hier is ze, Babette van Veen! Leave a song.
Babette! Dat is een zwaaien. Ik zal je missen. We gaan hier de finale spelen. En waarom spelen we die finale? Omdat er een hele mooie reis valt te winnen. Daar komt hij aan. Hey, Meta, opletten. Laat ons eens zien waar we naartoe gaan. Amerika! Bij Special Traffic hebben we een stedenreis geboekt naar New York. Ontdek deze wereldstad tijdens de Upper and Lower Manhattan Tour. Of ga net als Arnie winkelen op Fifth Avenue. Big Apple, here we come. Ja, daar spelen we voor. Het is een mooie reis. Sowieso krijg je een rolletje in Goede Tijden, Slechte Tijden. Dat vind ik heel erg leuk. Dat wou ik zeggen. Ja. Misschien wel als de zus van Janine. Wie weet. Misschien, we weten het niet. Ik stel straks een vraag. Ik heb er 16, want je ziet op het bord allemaal vakken. Achter 8 van de 16 vakken staan 8 letters. Achter de arresterende staat het logo van Goede Tijden, Slechte Tijden. We zoeken een woord. Die heeft meestal te maken met Goede Tijden, Slechte Tijden. Intriges of... zijn dat 8 letters? Ja, dat kan bijvoorbeeld. Dat woord kan hier op het bord komen te staan. Het is niet de bedoeling dat je het woord weet. Maar al die acht letters moeten hier komen te staan. Als je een vraag weet, stop ik de klok. We kijken naar het bordje, zoek er eentje uit. Carolien, jij mag helpen. Ik hoop dat het lukt. Ja, ik hoop het ook. We hebben 60 seconden, 16 vragen. Heb ik alles gezegd? Ik heb geloof ik alles gezegd. Hier komt-ie. Waar komt Alexandra vandaan? Roemenië. Stop de tijd. Ferry Somoshi. We gaan kijken wat er achter Ferry staat. Is het een letter? Het is een letter, je eerste letter. Carolien heeft nog niets hoeven doen. Van wie is Bodega de Koning momenteel? Van Rick en Julian. Stop de tijd. Ja, Rick en Julian, dat is goed geantwoord. Suzanne, wat staat er achter Suzanne? Niks, helaas. Blijf kalm, niets aan de hand. Hoe heet de minderjarige jongen die model staat voor de ondergroep? Stop de tijd. Ja, Rover is goed geantwoord. Carolien, wat vind jij? Wat gaan we doen? Daniel. Ja, dat is een hele goeie. Dan weet je gelijk of dat je eerste letter... En dat is ook je eerste letter. Een woord in de categorie Goede Tijden, Slechte Tijden zoeken wij. We hebben nog 13 vragen. Waar wonen de ouders van Arthur? Suriname. Stop de tijd, heel goed. Carolien, heb je geholpen met deze vraag? Maar je wist het, of niet? Ja, het. Dat is toch altijd handig dat ze er is. Je mag het zeggen. Kas. Ben je eens, Carolien? We gaan voor Kas. Ja, we gaan voor Kas. Wat staat er achter de bloem? De jonge god, het is de derde letter. Wie is de voogd van... Laat het klok maar lopen. Wie is de voogd van Guusje? Daniel. Stop de tijd. Kim. Heel mooi. Goed. Een stereo had ik hier naast me. Kim, hè? Kim? We gaan voor Kim. Ja, Kim. Is dat je vierde letter? We zoeken er nog 4. Ik heb nog 11 vragen. Marolien, wat ben je? Niks, ik smies. Een beetje smissen, ja, een beetje een woord, oké. Okay. Ja. Wat geeft Mathilde aan Hedwig tegen de pijn bij het tatoeëren? Pas. Denk je het ook niet? Nou, een neppil, ja, had ik moeten horen. Ja, ja. Wat is het beroep van Mira? Wat fotomodel. Nee, advocaten had ik moeten horen. Waarom werd Jessica ontslagen bij de jazzclub? Die ging failliet. Stop de tijd. Omdat John de jazzclub failliet liet gaan. Ja, dat is... Goed, zo mag ik het zeggen. Er werd niet te snel geantwoord met de advocaten. We hebben tijd verloren nu. We staan op 26 seconden. Ik heb nog 9 vragen. Het kan nog, maar let op je tijd. Wat gaan we doen? Guusje Nederhorst. Laten we hopen dat Guusje een letter is. Guusje Nederhorst. Roos is een letter. Oké. Okay. Zweet van jou. Dames, zoeken nog 3 letters. Hoe kwam Harmse ooit in contact met Lisette de Boer? Contactadvertentie. Stop de tijd. We gaan kijken op 23 seconden. Heel mooi. Wat zegt het publiek, jongens? Wat gaan we doen? Ik ga voor... Zeg het maar. Hedwig. Ik hoor het niet, jongens. Hedwig. Wij gaan voor Hedwig. We gaan voor Hedwig. Nee. Oh. Wij hebben nog, blijf kalm, 7 vragen. Let op je tijd. Wie verdenkt Roos ervan mevrouw Brahma zwanger te hebben gemaakt? Stop de tijd, Peer de dokter. Ja, natuurlijk. Ludo. Staat achter Ludo een letter. Laten we het horen. En het is een letter. We zoeken er nog 2. Heel goed. Nog 2 letters zoeken we. Wat is het woord? Intrige. Ja, natuurlijk. Ik denk het wel. Intriges.
Wat? Denk ik, want die twee letters moeten er nog. We zoeken nog twee. Wie staat er op de laatste foto die nu in de lieren naar voren komt bij Goede Tijden? Stop de tijd. Ja, dat zei ze. Daniel. Caroline. Twijfelt nog. Jimmy. Jimmy. Arthur, hoor ik daar, maar we gaan toch voor Jimmy. Geduld. Jimmy, geduld. Wat ben je? Arthur Peters is al net. We zoeken er nog één. Oh, man. Oké, wij vragen nu time-out. Wij willen even luchten. Ja, dames, gewoon maar luchten. Gooi het van je af de stress. We zoeken nog één. Het gaat heel goed. Maar we hebben nog 16 seconden. Het zou zo moeten zijn dat het gaat lukken. Dan is die reis voor jou. En ik weet niet wat er gaat gebeuren qua emoties. Wat krijg ik? Jij krijgt Meta. Okay. Hoe heet de actrice die Wilde Smet speelt? Carole Gijsbesen. Stop de tijd. Ja, je mag helpen, inderdaad. Ja, ja toch? Tanja niet. Maar. Ja, we hebben twee keuzen. Zoek er nog één. Wat wil jij? Ja, dat vraag ik. Meneer Harmsen. Meneer Harmsen. Meneer Harmsen, wat bent u, meneer Harmsen? Bent u een letter? Oh! Ik heb het wel eens, ik heb het wel al zo vaak gespeeld. En dat je denkt van, we hebben hem helemaal in de pocket. En dan is het ineens niet zo. We hebben nog 13 seconden. Als je struikelt over twee vragen, is het absoluut gebeurd. Ik heb hier nog 4 vragen in mijn vuist zitten. Concentratie ook in de zaal. Bij Caroline en Anja, want die reis is toch wel mooi meegenomen. Wat was Rick's eerste baantje bij Hotel Dendermonde? Stop de tijd. Nu moet je het zeggen. Tanja Jess. Natuurlijk is het Tanja Jess. Dat kan niet anders. Even bij me staan, jongens. Zo even hier. Ik ga van u afsluiten hier op deze camera.